Welkom bij de blog van A Biosphere Project. Dit is de audioversie van de blogpost De wetenschap en het ontluikende nieuwe paradigma. De geschreven versie van deze blogpost bevat meerdere links naar externe websites voor aanvullende informatie. Indien je deze links wil volgen is het natuurlijk nodig de geschreven versie te lezen. De post vraagt een tiental minuten leestijd. Wetenschap in deze aflevering van Oude wijsheid en nieuwe verhalen voor moeilijke tijden een post over iets wat me nauw aan het hart ligt, ook als beeldend kunstenaar. De wetenschap. Al van kindsbeen af ben ik gefascineerd door wetenschap. Als opgroeiend kind en tiener verslond ik populaire wetenschappelijke publicaties voor jongeren. Mijn hoofdinteresses waren astrofysica, elementaire deeltjesfysica, biologie, geologie en geschiedenis. Maar astrofysica, de studie van de aard en structuur van het heelal en de sterren, was waarschijnlijk wat me het meest fascineerde. Toen ik veertien jaar werd, vroeg en kreeg ik voor mijn verjaardag een telescoop. De kosmos fascineerde me eindeloos en vele avonden stond ik met mijn telescoop te turen naar de sterren. Dat wil zeggen, de sterren die toen in de Vlaamse stedelijke omgeving nog te zien waren. En dat waren er ook in 1980 al niet meer zoveel vanwege de lichtvervuiling. Op een gegeven moment overwoog ik een toekomst als astrofysicus of astronoom. Maar mijn talent voor wiskunde was helaas onvoldoende voor dat traject. Later werd kunst steeds belangrijker, en toen ik koos voor een opleiding in schilderkunst, verdween de telescoop vele decennia op de zolder van ons ouderlijke huis. Toen dat huis werd leeggemaakt, vond ik hem terug en sindsdien staat hij al vele jaren als aandenken in een hoek van mijn schilderatelier, inmiddels bedekt met een laag stof en verre vlekken. Maar mijn interesse in wetenschap en wetenschapsfilosofie is nooit helemaal verdwenen, en ook in mijn artistieke werk was wetenschap vaak een inhoudelijk verhaal dat mee vorm gaf aan mijn beeldende zoektocht. Vreemd genoeg, of helemaal niet vreemd, was het gegeven dat de reeks werken, die ik als mijn eerste volwaardige en matuur werk beschouwde en die ik in 2009 voor het eerst tentoonstelde, uit de reeks grote doeken bestond met beelden van sterren. De schilderijen, elk zo'n 2 meter bij 2,5, waren gebaseerd op beelden van de Hubble-telescoop, beelden van sterren en sterrennevels diep in ons melkwegstelsel. Een cirkel was rond en wel volledig onbewust, aangezien ik in die tijd helemaal niet terugdacht aan mijn periode als sterrenkijker. De herinnering aan die periode kwam pas later terug. In de jaren die volgden bleef wetenschap altijd aanwezig in mijn beeldende werk, en dat steeds nadrukkelijker. De reeks Digression Typology uit 2012-2013. De reeks Botanical Studies uit 2012-2013 ook. En de reeks Mycological Travels uit 2014-2015. Alle mixed media reeksen op verschillende ondergronden waren gebaseerd op een beeldende zoektocht en overpeinzing rond onze behoefte aan klassificatie van alles in de wereld. Onze neiging om onze classificaties als reëler te beschouwen dan de wereld zelf en de manier waarop die wereld uiteindelijk aan elk systeem van classificatie ontsnapt. De werkelijkheid is glibberig als een vis, zoals filosoof Alan Watts het gevat omschreef. En die glibberige vis ontsnapt uiteindelijk altijd uit onze handen. Mijn laatste reeks werken voor mijn beslissing om te stoppen met schilderen en me te wijden aan A Biosphere Project was de uitgebreide reeks Thinking Out Loud. Uit 2015-2017, die uit meer dan 120 werken bestaat en eveneens een visuele bespiegeling is over de manier waarop we de werkelijkheid representeren door schema's, diagrammen, tabellen en landkaarten, en hoe we dan die kaarten als meer werkelijk ervaren dan de realiteit zelf. We willen haast obsessief alles kunnen meten, maar wat we meten is niet de werkelijkheid zelf, maar een conceptueel raster dat we op de wereld projecteren. Wetenschap was dus een constante aanwezigheid in mijn luidop denken over de wereld doorheen mijn beeldend werk. Hierover zal ik het later nog hebben in deze blog en in mijn project, aangezien ik meen dat een van de belangrijkste taken die ons wacht de herintegratie van wetenschap, kunst en spiritualiteit, of zo je wil, religie, zal zijn. Gebieden die altijd één zijn geweest en in het Westen pas in de Renaissance van elkaar afgescheiden zijn. Quantumfysica. Naast astrofysica en biologie was ook kwantumfysica een onderwerp en uitgangspunt voor mijn werk geworden. Als je niet vertrouwd bent met kwantumfysica, wacht je veel verbazing, verwondering en ongeloof als je je begint te verdiepen in wat deze tak van fysica ons duidelijk maakt. Het is als een wetenschappelijke versie van Alice in Wonderland, plus Agatha Christie, met een snuifje van de verhalen van de gebroeders Grimm. Al snel wordt duidelijk dat de wereld niet is wat we tot dusver dachten. Quantumfysica is die richting van de wetenschap die zich bezighoudt met de gedragingen van de allerkleinste deeltjes waaruit de werkelijkheid bestaat. Elektronen, protonen, neutronen, de nog kleinere deeltjes waaruit die op hun beurt bestaan, en fotonen, de ongrijpbare deeltjes waaruit licht bestaat. Ik zet het woord deeltjes steeds tussen aanhalingstekens, omdat quantumfysica ons leert dat het begrip deeltje eigenlijk een abstractie is. In werkelijkheid bestaan er geen deeltjes en geen bouwstenen waaruit materie zou gemaakt zijn. Alles wat we zien als we zover inzoomen op de werkelijkheid is uiteindelijk onvatbaar en onstoffelijk. Energie, patronen, relaties en gebieden van waarschijnlijkheid. Als we op zoek gaan naar waaruit materie gemaakt is, komen we op geen enkele manier materie tegen. Enkel energie, patronen en relaties. Zoals fysicus Hans-Peter Duur het samenvatte: materie bestaat niet uit materie. Wat we een deeltje noemen, een elektron of een foton, kan ook als een golf bestaan, kan op twee plaatsen tegelijk bestaan of kan uit het niets verschijnen en weer verdwijnen. Twee deeltjes kunnen met elkaar verbonden zijn over lichtjaren afstand en exact dezelfde gedragingen vertonen, ook al kan er geen informatie tussen die deeltjes uitgewisseld worden. Dat fenomeen heet Quantum Entanglement, en de Nobelprijs Fysica van 2022 ging naar twee wetenschappers die daar uitgebreid onderzoek naar hebben verricht en bewezen hebben dat Quantum Entanglement reëel is. En het wordt nog vreemder: tot er een waarneming plaatsvindt, kun je eigenlijk niet spreken van een werkelijkheid. De waarschijnlijkheid, of het potentieel van het bestaan van een deeltje, verandert pas dan in een echt deeltje, of anders uitgerukt, de golf die zich uitspreidt in tijd en ruimte wordt pas dan een deeltje als er een waarneming plaatsvindt. Dit fenomeen, dat ontelbare keren is bevestigd in experimenten zoals het double slit experiment, wordt de collapse of the wave function genoemd. En die verschijning van het deeltje vanuit de onbepaaldheid van de golf is afhankelijk van een waarneming. Wat eigenlijk betekent dat je niet kan spreken over een objectieve werkelijkheid die helemaal onafhankelijk van een waarnemer zou bestaan. Wat we bewustzijn noemen en wat we werkelijkheid noemen, maakt deel uit van één ononderbroken systeem. Materie, of de patronen in de energie die we gewoonlijk materie noemen, is verbonden met een bewuste waarneming. Werner Heisenberg, een van de grondleggers van kwantumfysica, drukt het als volgt uit: Wat we observeren is niet de natuur. Maar de natuur zoals die wordt beïnvloed door onze observerende geest. De werkelijkheid wordt dus gedefinieerd door de geest die haar waarneemt. Of in de woorden van procesfilosoof Albert North Whitehead: De misvatting die de filosofische literatuur door de eeuwen heen heeft achtervolgd, is het begrip onafhankelijk bestaan. Zo'n bestaanswijze bestaat niet. Elke entiteit moet worden begrepen in termen van de manier waarop zij verweven is met de rest van het universum. En de rest van het universum betekent dus ook wij zelf. Met kwantumfysica wordt bewustzijn een deel van de vergelijking en van de werkelijkheid, eerder dan een neutrale buitenstaander die de realiteit objectief waarneemt. Elke waarneming verandert dat wat je waarneemt. Dat en het feit dat bewustzijn een rechtstreekse invloed kan uitoefenen op de materiële werkelijkheid, is ook al herhaaldelijk aangetoond in de experimenten. Zoals Dean Radin uitlegt in de volgende fascinerende lezing tijdens een congres over de wetenschap van bewustzijn aan de University of Arizona in 2016. Dit spraakmakende experiment heeft samen met vele andere experimenten gedegen bewijs opgeleverd dat het menselijk bewustzijn de collapse of the wave function kan veroorzaken, dat de werking van bewustzijn non-lokaal is, niet gebonden aan tijdruimte, en dat bewustzijn en de fysieke werkelijkheid in rechtstreekse interactie staan met elkaar. Een idee dat in de klassieke fysica van het materialistisch realisme verboden is. Warm aanbevolen. De realisatie dat wat we als materiële werkelijkheid beschouwen verbonden lijkt met bewustzijn, roept natuurlijk heel verstrekkende vragen en paradoxen op. Zoals was er dan geen echt universum voor er mensen waren? Bestaat de maan ook als er niemand naar kijkt? Op die vragen en enkele van de mogelijke antwoorden die kwantumfysica formuleert, zal ik later nog verder ingaan. De vragen zijn lichtjes verbijsterend, de mogelijke antwoorden zijn dat niet minder. Tenminste verbijsterend voor de geest die vasthoudt aan onze kijk op de werkelijkheid en onze overtuigingen over wat echt is en wat niet. Maar meer daarover later in andere blogposts en teksten, want kwantumfysica zal nog meer opduiken in mijn project. Waarom? Wat heeft kwantumfysica te maken met ecologie, met de problemen waarmee de mensheid zich nu geconfronteerd ziet? Wel, zoals voorgaande paragraaf al kon doen vermoeden, alles eigenlijk. De manier waarop de mensheid nu omgaat met de wereld is een gevolg van hoe de mensheid die wereld ziet van de basisaannames die ons denken en handelen bepalen. En die basisaannames, waarvan we ons vaak zelfs niet bewust zijn, zijn achterhaald en inmiddels erg destructief geworden. Dat is een van de redenen waarom meerdere kwantumfysici ook een sterk sociaal engagement vertoonden en zich sterk bewust waren van het belang van hun inzichten voor een totstand komen van een andere, betere wereld. Zo waren of zijn onder meer bovengenoemde fysici Hans-Peter Doer, David Boom of Amit Koswami heel erg geëngageerd als activisten voor sociaal, politieke of spirituele verandering. Het verband tussen kwantumfysica en activisme zal ik dus nog vaak toelichten. Voor wie ongeduldig is, alvast deze schitterende samenvatting van enkele relevante ideeën door Clara Vondrich, gewezen hoofd van de NGO Divest Invest, op de website van Resilience, een van de zendkanalen van Post Carbon Institute. Post Carbon Institute is een van de belangrijkste internationale denktanks over energie en de transitie naar een leefbare toekomst. Als je klikt op de afbeelding hieronder, word je naar de website van Resilience gebracht waar je dit artikel kan lezen en verder kan kennismaken met de uitstekende en uitgebreide research- en informatiebanken op Resilience. Quantum-sociale verandering geeft ons een mentaal kader voor het opnieuw activeren van ons potentieel om de klimaatcrisis op te lossen. Deze concepten geven ieder van ons de mogelijkheid om beperkende overtuigingen te overstijgen, isolatie te vervangen door gemeenschap, gebrek door overvloed. Angst door liefde. Quantum sociale verandering is het ultieme weerwoord tegen energierealisten en hun stapsgewijze weg naar klimaatafbraak. Dit is niet naïef, het is dringend noodzakelijk. Clara Vondrich in Resilience. Tot zover de audioversie van deze blogpost. Indien je genoten hebt van deze blogpost, vergeet dan niet je te abonneren op de blog van de Biosphere Project via het contactformulier op de website. Je kan je ook abonneren op het YouTube kanaal van de Biosphere Project. Tot de volgende aflevering van de blog, bedankt voor het luisteren, het gaat jullie goed!